En als deze klank 20 van de week voor zover het is, dan komen de spelers van vandaag op. En de scheidsrechter natuurlijk. De scheidsrechters voor vandaag zijn de heer H.J.M. van Etten uit Schermerhorn. Met zijn assistenten de heer Otten en Veerman. De opstelling van SVZW. Nummer 1, Michiel Achterhoek. Nummer 2, Nico Zwiets. Nummer 4, Jut. Get out! 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 Get
Zoals we het eerste kwartier gevoetbald hebben. We hebben twee mogelijkheden 100% kansen gehad in het eerste kwartier. En dan hadden we na een halve minuut al een penalty moeten hebben. Maar goed, kijk de beelden maar op na. We speelden het kwartier prima en raken van de kaart door de blessure van onze aanvoerder. Die maken de fouten continu en we hebben vandaag heel veel fouten gemaakt. Zeker de eerste helft, maar we maken wel een gelukkige 2-0, terwijl we een hele slechte eerste helft spelen en een nog dramatische tweede helft spelen. Dus je moet hier wel blij zijn, maar ik sta hier eigenlijk met een gevoel van ik heb niks gezien vandaag. Het bleek mij wel dat je spelers waren vrij gauw behoorlijk opgewonden, zeg maar. Wijd je dat echt alleen maar aan die scheidsrechter? Dat zei jou horen dat ik het alleen aan hem wijd. Ik denk dat het... Een wedstrijd is waarin voor ons aan blijven haken voorop stond. We wilden hoe dan ook winnen. We hebben voor de tijd gezegd, of we gaan verliezen of we gaan winnen. Maar gelijkspel is niet in vraag vandaag. Maar het is wel zo dat ik vind dat ik verder moet kijken met waar heb ik zelf grip op. En als je ziet hoe wij de tweede helft hebben gespeeld met een man meer. En wat we dan doen in balbezit met de afspraken die we maken en welke keuzes we maken aan de bal. Nou, dan maken we zulke slechte keuzes. En dan valt het mij echt heel erg zwaar en ik heb daar moeite om daar zelfs nog heel erg rustig over te praten. Dat als we juichen, dan juich je met z'n allen. En dan kan het niet zo zijn dat ik één of twee spelers niet zie juichen. Want dat doe je het voor je ploeg. En ook omdat iedereen mag boos zijn en teleurgesteld zijn. Dat is zeker in deze fase van de competitie is dat zo. Maar je moet wel gaan kijken van hoe spelen wij dingen uit. En als je 2-1 uit moet spelen. En Ali Haddadi krijgt de bal en die kiest dus of direct schieten of meenemen. Maar die maakt een keuze en alleen de uitvoering wordt niks. Daar kan ik niks aan doen. Dat is pech. Dat doet ze stinkende best en klaar. Maar als daarna nog een aantal situaties plaatsvinden. En spelers die weigeren gewoon om een andere speler in stelling te brengen. Waardoor je kunt scoren. Want dat is de enige lezing die ik heb. Ja, dan denk ik van dan begrijp je niet waar het om gaat. Dus dat wij met z'n allen met DVS bezig zijn. En dat wij moeten winnen. En dat we nog moeten vechten voor degradatie. Maar ook als je goed resultaat had dat je misschien mee kunt doen op promotie. Dus nou, dat besef moet erin zijn. En dan zal ik maandag straks zeker weer keuzes gaan maken. Waarbij ik denk van ja maar. Welke ploeg wil nou echt winnen? En niet wil leuk spelen of wil zelf lekker spelen. En daar heb ik moeite mee. En dus ik heb meer moeite met mijn emoties nu ten aanzien van dingen die mijn ploeg doet. Dan dingen die er gebeurd zijn tijdens de wedstrijd. En deze jongens werken keihard, zijn eigen jeugd, heel veel eigen jeugd. Hebben allemaal een achtergrond, niet van BVO of wat dan ook. Die moeten alles komen, moeten ze leren. En mijn ploeg wordt heel vaak overvraagd. En we hebben een goede periode gehad. En nu hebben we in één keer weer een wisselende periode, of weet ik veel maar hoe je het noemt. Maar we hebben gewoon een periode in een competitie waar we allemaal in zitten. En nu kom je er een beetje uit. Nou, dan moet je als ploeg zijn, moet je gesteund worden door het publiek. Daar heb ik vorige week wat over gezegd. Nou, dat is prima geweest vandaag. Alleen tegelijkertijd moet je als ploeg zelf ook je eigen team gaan helpen. En dat heb ik vandaag gemist. En daarom ben ik eigenlijk niet zo blij met wat mijn ploeg heeft laten zien ten opzichte van een aantal spelers. Maar ik ben tegelijkertijd enorm trots hoeveel power ze wel gebracht hebben en dat ze wel keihard hebben gewerkt. Dus, er staat een getroubleerd, heb ik de laatste keer gehoord, trainer voor je. Dat vind ik mooi woord van. Ja. Maar ik ben best wel tevreden over mijn elftal hoor. Ja. Het is alleen dat het elftal even de weg kwijt is door de aanvoerder te verliezen. En dat mag een goed elftal niet overkomen.